Dag sê en hartelijk welkom bij Regheid met Robinson hier op Litnet. Behalve stories oor die coronavirus en sy siekte COVID-19, was die meeste nuusberiggewing so ver van jaar seker oor korrupsie. Boonop het die stories oor die pandemie begin saamloop met korrupsie. In kommentare op sosiale media lyk dit mense beskuldig die wetstoepassingsinstellings van onderprestasie en oordrewe beloftes. Die ontleder van politieke en economische tendense, J.P. Landman, reken as een mens terugstaan en oor een langer tydperk kyk na wat gebeur het, het die staat onder president Cyril Ramaphosa nie so sleg gedoen nie. Dis eintlik die ANC wat streepsuiker moet kry oor gebrek aan optrede teen korrupsie en eie ledere. Ons gaan met J.P. gesels oor sy stroom op mening oor korrupsie, maar dan ook oor die ekonomie, waaroor hy eveneens gewoonlik een meer positieve standpunt handhaaf. JP het die afgelopen 5 jaar gedien op die Nationale Beplanningskommissie en na die termijn is onlangs verleng tot maart aanstaande jaar. So welkom JP, so kom ons sluit net aan by die stelling wat jy gemaakt het in jou rubriek, dat die vervolging en die vastvat van korrupsie eintlik beter is as wat een mens sal dink. Nou in tussentijd van dat jy die rubriek al geskryf het, het daar een paar dinge gebeur, bijvoorbeeld 42 mense wat in hegtenis geneem is, waarvan 21 polisiemanne is, vir contractbreek en drama rondom voertuig van die politie wat die name opgeskryf moet word en die ligte geplaas word en so. So reken jy die momentum begin nou richting kry? Dit lyk so, Freek, dit lyk so, soos jy sê, die artikel is geskrywe of gepubliseer op die 14 Augustus, dis nou meer as 'n maand later en dan eintlik in die afgelope maand nog meer gebeur, wat maar net bevestig wat ek in die artikel beskryf het. En ek denk die basisse probleem is, die meeste van ons in die land associeer of vereenselwig optrede deur die vervolgingsowerhede met oranje uniforms. En omdat daar nie nog vreselijk baie mense in oranje uniforms is, van ander woorde, nog nie tronk toegestuur is nie, is ons geneig in die publiek om die algemene afleiding te maak, dat daar gebeur, en ek sê, en daar is geen optrede nie, en dit is regtig nie waar nie. As jy net bloot gaan kyk na, wel, die stuk wat ek geskryf het, is niks anders nie as een lys van gevalle, waar mense aan verantwoordelik gehou is. Die meeste daarvan, omtrent allemaal daarvan, is civielrechtelijk. Aan ander woorde, mense is nie krimineel aangekla nie, maar hulle is civielrechtelijk aangespreek, baie van hulle is gesekwestreer, met al hulle bates verloor, baie van hulle se bates is bevries, pensioene is bevries. Die afgelope naweek het ons gehoor hier in Gauteng van 2 ambtenare van die Gautengse regering, wat een hoofbevel teen hulle gekry het om 30 miljoen rand terug te betaal. Nou, as jy een senior staatsambtenaar is en jy word geklap met die 30 miljoen rand hoofbevel, jy moet heel wat gesteel het en weg, om weg te sit, om so een pol te kan sluk. So ek denk dat as mense ook kyk, dit is wat ek in my stuk doen, na wat soveel rechtelik gebeur, in teenstelling met wat strafrechtelik gebeur, daar is daar heel wat aan die gang. Hermione Kloete, wat hoof is van die onderzoekdirectoraat binnen die Nationaal Vervolgingsgesag, het gesê in September gaan een groot naam gearresteer word of in die hof verskyn. Ons het nog niks daarvan gesien nie, want dis wat die mense eintlik wil sien, dat hulle die hoë bome hê wat moet in die oranje pakke wees wat jy van praat, en hulle moet boet vir wat hulle gedoen het. Yeah. Maar mense het dit nog nie eintlik gesien. Ja, absoluut. Ja, wel, sy het my net gesê einde September, soos hy sê, toch 1 dag oor. En ek denk, dit staal van net die open, dat jy weet, die mens, of sy vergee, of datum, maar jy moet nie albei doen nie. En sy het nou na die slag had getrap van een specifieke datum, wat sy op die tafel gesit het. Maar as dit nie 30 September is nie, maar dit is 15 oktober, of selfs 30 oktober, jy weet, dit denk ek is self om het ewe. Die groot ding is om strafrechtelike optrede te sien. En die goede ding is om, soos jy sê, arrestaties te sien. Ek dink dit is waarna mense regtig smagtend uitsien, is dat mense moet gearresteer word en skuldig bevind word en tronk toe gaan. Dit is maar die wens, dink ek, van die Suid-Afrikaanse bevolking. Het jy vir jouself 'n goeie idee van wie is dit dalk waarna sy verwys het, of wie is die wat behoort in die tronk gegooi te word? Nee, ek het nie. Nee, ek weet, mense vertrou maar op wat jy lees in die openbare media. Jy vertrou op werk wat gedoen word, die journaliste soos Pieter Louis Meiburg, getuienis by die Zondekommissie en so aan. Maar jy weet, Freek, Gerry Nel, wat seker die mees ervare, of een van die mees ervare aanklaers in die land is,
het nou al 18 maanden geleden die punt gemaakt, die feit dat je weet van criminele oortredings, beteken nie, jy kan het bewys nie. Daar is een groot verskil tussen inligting, wat in die pers is, wat in die media is, wat voor commissies van onderzoek is, inligting aan die ene kant en bewys aan die andere kant. Die twee goed is nie noodwendig dieselfde nie. En dit is deels die probleem, denk ik, waarmee die NPA sit. Soos jy weet, tot verlede maand, tot augustus maand, nee, twee maanden terug tot juli maand, was dit nie moontlik vir die NPA om die getuienis wat voor die Zondo-commissie gedien het te gebruik nie. Hulle kon het nie gebruik in strafrechtelike sake nie. President Ramaphosa het die regulasies van die Zondo-commissie in juli maand verander, en dit is nou moontlik, hulle kan het nou doen. So, jy weet, die blote feit dat iemand die Zondo-commissie dinge onthul het, of dinge erken het, is nie genoegsaam om een skuldig bevinding te kry nie. Die NPA moet van die vooraf die saak bewys. Hierdie regulasiewysiging maak dit vir hulle makliker. En ek vermoed ons gaan heel wat aksie sien op die front. Maar daar is een bietjie wanpercepties daaroor dat indien daar getuienis gelever is voor die Zondo-commissie, en het lyk redelijk erg dat so'n persoon sommer direct in die hof dan skuldig bevind kan word. Dit is eindelijk hele proces wat nog moet volg. So ek weet nie in hoe mate dit nou werkelijk een groot hulp is dat hierdie besluit geneem is oor die getuienis van die Zondo-commissie. Wel, het beteken, jy kan waarschijnlijk nou sê, hier is eerlaagwaarde, hier is getuienis, hier is een record van die getuienis by die Zondo-commissie, hier is een secretaris of een persoon van die Zondo-commissie wat het indien by die hof, en dan kan die hof daarmee werk en daar afslaan. Ek denk, dis die verskil wat het gemaakt het. Hermione Cronje was baie opgewonden oor die wijziging, so sy het daarvoor gevra, sy het gekry, laat ons sien wat die NPA daarmee maak. Maar jy het ook verwijs aan die ANC en sê daar is redelike optrede die regering, met andere woorde eindelijk die Cyril Ramaphosa, om korruptie te probeer vastvat, maar die groot probleem lê eindelijk by die ANC, waar ons nie nog werkelijk dinge sien nie. So wat denk jy moet die ANC doen? Absoluut, ek het dit gesê, dit was op die 14 augustus en omtrent twee weke nadat ek dit gepubliseer het, op die naweek van 25 augustus, 3, 4, 25 augustus, het die ANC se nationale uitvoering komitee vergader en soos jy weet, die maandag het die president die dramatische goed gesê wat hy gesê het in een persconferentie namens die ANC. En in die uitvoerende komitee vergadering van die ANC is besluit dat, is daar tamelijke sterk besluit geneem. En die ene is dat daar is behoefte in die land om terug te gaan na wat genoem word die skerpioene toe. Jy sal onthou dat die skerpioene het bestaan tot tyd en wyl meneer Zuma verkies is as hoof van die ANC in 2007. In 2008 is die skerpioene afgeskaf. Die hoks het in hulle plek gekom. Maar die groot onderscheidende kenmerk van die skerpioene was dat hulle kon onderzoekbeamtes en anklaars het in dieselfde span saamgewerk. Dit was eindelijk die, wat my Joodse vrienden sal noem, die gap. En hierdie gap is verlore met die afskaffing van die skerpioene. En in die ANC-vergadering van augustus maand, van 25 augustus, is die wens tamelijk sterk in die eenparigheid gesprek. So het, soos achterna aangelig, dat een instelling wat beide onderzoek en vervolging kan hanteer, weer tot stand moet kom. Ek denk dit is een baie belangrike besluit. Ramaphosa het in 2019, so omtrent 20 maanden gelede, in sy staatsrede van februari 2019, het hy gesê, dit is nodig dat ons weer een meer permanente instelling kry, wat korrupsie kan beveg. En as jy nou kyk oor die 20 maanden wat gebeur het van toe af na nou toe, dan kan jy sien hoe dat hy sy planne stadig maar seker in plek kry. Daar is een speciale onderzoekeenheid gestig, daar is een speciale tribunaal gestig, daar is meer as 200 miljoen rand bewillig om dit te befonds, daar is meer as 800 poste geadverteer. Daar word heel wat gedoen, denk ek, om die staatskapasiteit te versterk, maar die ANC moet nog sy kant bring. En dit gaan een tamelijke geveg wees, dit gaan nie so sien, dit gaan nie een makkelijke geveg wees, maar ek denk dis een wat Ramaphosa gaan wen. Verschillende commentators sê dat korruptie is eintlik endemisch aan die ANC, maar so ook in die brede samenleving van Suid-Afrika, want hoe is dit dat mense uit die sakewereld sommer allerhande contracten met die regering kan aangaan, wetende, dit is verkeerd. So sê nou maar die ouwe daar loop en spog het oor dat hy 100 miljoen winst gemaakt het, net om vir 9 miljoen klomp as besdakke te gaan tel. So dit op zichzelf beteken, in die brede samenleving is daar ook maar fout.
Oh, sonder twyfel, jy weet die, ek dink die meest interessante opmerking oor korrupsie in Suid-Afrika is gemaak in die ou Suid-Afrika, om meer precies te wees in December 1989, toe die groep van Willie Estreisen wat in die geheim met die ANC gesels het, een vergadering gehad het na by Chiswick in Engeland. En daar die naweek, daai drie dae wat hulle vergader in 1989, was daar een jong ookie in die ANC span wat gepraat het, sy naam is Thabo Mbeki, en hy het gesê bevrijding in Suid-Afrika sal gepaard gaan met groot korrupsie. En hy het gemotiveerd en gesê wanneer mense vir 'n lang tyd onderdruk is en ontneem is, dan wanneer jy die ketangs afhaal, dan is dit een geval van everything goes. Alles is in orde. En ek dink die uitspraak van Mbeki, 89, dis nou, hoe lang gelede, dit is 30 jaar gelede, meer as 30 jaar gelede, denk ek was in die sin baie, baie profeties. En dit is waarmee ons in Suid-Afrika worstel. Dis die hele ding van, it is our time to eat. En daar is nie makkelijke manier om daar weer te kom nie. Jy moet maar net die waardes in die samenleving stelselmatig verander. En ek denk dit is wat besig is om te gebeur. Ons mag toch ook een dag van meneer Zuma, hy dankie sê daarvoor, want die geweldige extreme aard van sy corrupte optrede, het mense so kwaad gemaakt, het mense so vies gemaakt, dat het een hengse reaksie veroorsaak het. En ek denk dat die reaksie is nog steeds bezig om deur te werk. En dit is maar hoe je waardes in de samenleving skep. En nou kan ons misschien weer oorgaan naar de economie toe. En misschien net voor het begin vraag, wat is jouw interpretatie van hoe die regering die hele pandemie gehanteer het en die gevolglike gevolgen daarvan vir die ekonomie? Kijk, medies gesproken denk ek is baie goed hanteer, dis wat die data vir jou sê. As jy denk aan die siekteprofiel in Suid-Afrika met tering, met HIV, met mense wat vig sit, dan was die algemene verwachting van allemaal dat ons baie hoër mortaliteitscijfers sal hê, sterftecijfers sal hê, en ons het nie, ons sterftecijfers baie, baie laag. Tot op die stadium is daar plus minus 16.000 mense dood, wat natuurlijk 16.000 te veel is, maar dat is heel wat minder as onder enige alternatieve scenario. So ek denk die vinnige en vroeë toemaak van die Suid-Afrikaanse ekonomie en sy absolute ferm toemaak, het beslis gehelp op die gezondheidsfront. Ek denk dit is redelijk duidelijk. Maar dat het die ekonomie een baie harde klap gegee, en al die syfers sê dit vir jou, vandagse werkloosheidscijfers as ochtend uitgekom het, bevestig dit ook. Werkloosheid percentage gewijs is nou sogenaamd af, maar ek denk dat is maar net die manier waar die ekonomie die goed bereken. Die feit bij staan, baie meer mense sonder werk, meer as 2 miljoen. Ja, nee, die syfer is die ekonomie baie, baie seer gemaakt. Ja, die syfer is 35% werkloosheid, nee, wat nogals erg is, en volgens Bloomberg is correct. 83% op die wereldlijst, so dit is een beetje kwaai. Ja, ja, nee, ek ben ons dit erge werkloosheidsprobleem gehad voor die epidemie, en hy is nou erger. So eenvoudig is dit. Goed, maar kan ons die probleme hanteer? Bijvoorbeeld, kom ons begin van die kant af met dinge wat genoem word. Bijvoorbeeld, die staatsdienst, Suid-Afrikaanse staatsdienst is omtrent 12% van die bruto binnelandse product, wat internationaal gemeet eintlik redelijk kwaai is. Het die president die soort van gesag en ondersteuning binnen in die kabinet, zodat hy besluite kan neem en sê, ons moet die hele staatsdienst kleiner maak op die salarisrekening van die staat? Wel, jy het een besluit in die verband gekry in februari maand, toe die regering gesê het, hulle gaan nie hierdie jaarse verhoogings, wat hulle eintlik veronderstel is om te gee, in terme van die 3 jaar loonooreenkoms, hulle gaan nie die derde jaar van die 3 jaar loonooreenkoms honoreer nie, hulle gaan geen verhoogings gee nie. In die begroting in februari maand het meneer Mboweni nog een bietjie geld daar toegestaan of toegeken vir sogenaamde kerfverhoogings, omtrent 1.5%, later in die jaar, in juni maand, is selfs dit geskrap. April maand, waar die verhoogingsdatum is vir staatsambtenare het gekom en het gegaan, en daar was geen verhoogings nie. So ek denk dit was een baie moedige besluit. As jy denk dat Kusatu, wat die alliantie vernoot is van die ANC, maar meer bepaald, baie sterk ondersteuner is van meneer Ramaphosa, as jy denk dat die Kusatu vakbonde word die hardste geslaan dier hierdie verbreking van die 3 jaar ooreenkoms, dan denk ek dat die hele politieke moet geverg en
Ik denk een mensen erkenning geven aan. Die zaak is natuurlijk nou voor die hoge. Daar is twee, wel als één hoofdzaak en één arbitratiezaak. Wat die vakbonde gebring het teen hierdie verbreking van die loonooreenkomste deur die regering. Ons gaan moet sien wat die howe sê. Ek hoop regtig nie die howe gaan so ver as om te sê dat die verhogings moet betaal word nie. Maar jy weet, die saak is in die howe en ons moet wag vir die howe om uitspraak te gee. Maar as jy gepyn is soek van 'n politieke wil rondom die koste van die staatsdiensrekening, kyk na die februari besluit en die opvolg in juni, dus selfs die bietjie geld wat in februari voorsien is, weggeneem is en daar 0 rand voorsien is vir salarisverhogings. En dan is dan nog die ander kwestie ook wat die vakbonde raak, en dit is dat verskillende ekonome sê, daar moet weggedoen word met die rigiede arbeidsreëlings, want dit veroorsaak dat mense nie in diens geneem kan word. En dit is ook nog een hekkie wat oorgespring het. Dis net die ekonome wat so sê, praktiese sake mense sê dit nie. Ek is 2 weke terug gesels met 'n groep jong entrepreneurs in die Kaap, wat het allemaal regtig besighede, hulle het mense in diens, hulle het regtig aktiwiteite, nie een van hulle sit arbeidswetgewing bo aan hulle lys nie. Daar is ander dinge wat hulle meer plaas, soos elektrisiteit en sulke tipe goed. So die ekonome maak 'n vreeslike gedryfslag van, en natuurlik die wat ek noem die ideoloë, weet die mense wat glo daar moet geen regeringsreëls wees en sulke goeders, hulle karring daaroor aan. Ek is ontspanne oor die Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing. Ek het nog nie 'n bekwame sakeman tegekom wat sê dat sy besigheid se groei word aan bande gelê deur vakbonde of deur arbeidswetgewing nie. Die goeies kom daarby verby en hulle groei hulle besighede in elk geval. Nee, ek dink daar's groot probleme vir die ekonomie, vrek as die arbeidsmark en elektrisiteit byvoorbeeld is een daarvan. Ek dink internettoegang, die koste van internet is die tweede een wat redelik maklik reggestel kan word. Ek dink infrastruktuur is 'n groot probleem as die arbeidsmark en aan daai tipe van goed word daar in 'n mindere of 'n meerdere mate aan aandag gegee. Goed, en dan die onderwijsstelsel op zichzelf ook, dit wordt ook genoemd als een van die problemen wat ons aan de kwaliteit. Ja, zonder twijfel. Ja, onderwijs en daarmee saam onderwijs en ook technische opleiding. Suid-Afrika is baie swak daarop. En dat gaan jou langere vat om dit recht te maken. Dat gaan nie oor dag gebeur nie. Jou beste oor onderwijs en oor opleiding is Servaas aan die Berg op Stellenbosch. En jy weet, hy sal vir jou sê, daar word vordering gemaakt, ons gaan vorentoe, maar dit is 'n lang pad, dit is 'n baie, baie lang pad, voor ons gaan uitkom by die type van opgeleide werkerskorps wat jy in Switserland of in Duitsland het, of wat jy selfs in Zimbabwe gehad het tot omtrent 10 of 20 jaar gelede. In Zimbabwe is ons in die algemeen baie, baie goed opgeleid, maar ons is ver van daai punt af. Dit sluit miskien aan by die ander punt wat jy gemaakt het in 'n ander artikel, waar jy gesê het dat productiviteit is waarschijnlijk die enkele belangrijkste, of die langer die enkel belangrijkste element wat de economie kan laat groeien. Zolang dit kan gebeuren. En hoe kan het gebeuren? Wel, absoluut. Je weet, daar is die ook gezegde van in de long run, everything is about productivity. En ik denk dat is absoluut waar. In die artikel het ek die langtermijn grafiek, ik denk dat was 30 jaar grafiek. Ik kan niet uit mijn onthou nie, of ja, was het 30 jaar grafiek van Suid-Afrika's productiviteit. En ons het een baie lang sterk loopie gehad hier van die middel 90's af, tot omtrent in 2016, daar rond 2017. En die grafiek het so opgegaan en toe te begin uit, toe te begin vlak word. So ons moet goed doen om ons productiviteit weer aan die groei te kry, en in die context denk ek is elektrisiteit verskriklik belangrijk. En ook in die context is spectrum vir internet technologie is geweldig belangrijk. Dit is die dinge waarmee jy jou productiviteit gaan verbeter. Maar jy kan het ook verbeter door net jou havens beter te bestuur. As jy kyk wat is nou een beetje beter, maar wat 'n klompie maande gelede by die Kaapstad hawe aangegaan het, was regtig eindelijk een skandaal. So door net die basisse goed beter te doen op sommige plekke, kan ons ook productiviteit verbeter. Ons langtermijn rekord, die afgelope 30 jaar, was nie sleg nie, maar hy is nou besig om heeltemal af te plat, en dit moet omgedraai word. En dan wil ek net, jy moet miskien vinnig praat oor Nedlac en die sukses van daardie organisasie, of die mislukking daarvan, want baie van die kommentare is dat hulle nie ver vorder nie. Daar is 'n plan aanvaar waaroor die president self baie gelukkig is,
maar ons weet nie wat die plan is nie, en in die verlede het hulle nie noodwendig hulle self groot eer aangedoen door die implementering van die besluite wat geneem is, en daar is ook klagtes dat het nie noodwendig teenwoordigend is van die breë samenleving nie, vooral nie die burgerlike samenleving. Freek, ek moet bely hier dat ek is nie een groot aanhanger van Netlike nie. Die enigste man wat daarin kon slaag om daar die type van veel partij dynamica te laat werk, is weile Derek Keyes in die tyd toe hy minister van Finansies was. Hy was fantastisch succesvol daarmee. Hy het die BTW-koers gevat van 10% af na 14% toe in een schuif. Men denk net een beetje daarover. Ons van het verlede jaar, nee, in 2018, is die BTW-koers in Suid-Afrika verhoog van 14 na 15% toe, en daar was hy al sy gebruik. Derek Keyes het gevat van 10 na 14 toe in een stap, en allemaal het gejuig. Hy was regtig baie succesvol, precies met sulke veel party, consultaties soos Netlike. Maar as die laatste oulik het vir my wat vreselijk succesvol was, Netlike in sy huidige formaat, of Netlike as sulks, werk nie baie goed nie. Die president het een groot geloof in hierdie type van veel party ooreenkomste, en is dit om help om die land te regeer, wel goed, jy weet, dan is dit iets wat ek kan gebruik. Maar ek sal nie veel gewig plaas op die processe daar, op wat daar uitkom nie. Ek het een weergave gesien van wat by Netlike bespreek word of ingekom word. Dit is geweldig baie woorde en min dade. Ek denk een mens van eerder buitenkant Netlike in die regering self kyk wat aan die gang is en wat gedoen word en nie gedoen word nie. En daar denk ek is daar heel wat meer aksie. Die president praat graag van een social compact, een maatskaplike verdrag. En dit is ook blijkbaar iets wat bespreek is by Netlike. Glo jy aan so'n verdrag? Is dit moontlik? Ja, ek glo daar in die sin dat dit al gebeur. Dat het een maatskaplike verdrag of een sociale compact het een groot rol gespeel in die omdraai van beide Ierland en Nederland in die 1980s. Hulle was diep in die moeilijkheid, soos ons nou is. En toe beide die lande sociale compacten gesluit. En beide daar lande weggetrek en uitgekom. So ja, dit kan suksesvol wees, maar jy het baie besonderse leierskap nodig. Dis hoekom ek verwys het aan Derek Keyes. Hy kon dit maak werk. Of dit op die oomblik soos gewees, weet dit betwyfel ek baie sterk. Jy het, ons samenleving is so gefragmenteer en so verdeeld, dat ek dink, dit gaan moeilik wees om een groot sociale compact te sluit of een groot maatschappelijke verdrag. Ek denk jy moet eerder kyk na sektorale verdrag, sektorale ooreenkomste, kleine rapjes op beslag. En lyk my dit is wat die regering bezig is om te dryf. Wel, dit ons miskien tot by die ontwikkelingsplan, want selfs die president van die reservebank sê, as een oplossing moet Suid-Afrika baie eenvoudig net een ding doen, en dit is om die daar die verslag van die commissie waarvan jy nou deel is, om dit toe te pas, want het leid al sinds 2011, ne, sonder dat hy ontwikkelingsplan toegepas. Ja, 2012. Ek stem 100% saam met die gouverneur, ek dink is helemaal reg. Een deel van die probleem, Freek, is dat die verslag, die nationale ontwikkelingsplan, is 484 bladsye lang. Dit is een baie omvattende document. Bedek alle areas van die nationale huishouding, van onderwijs tot die omgeving, tot voorschoolse onderrig, kleinkinderkies, alles is daarin. En die manier waar die verslag opgestel is, dwing eindelijk elke staatsdepartement om individueel te gaan kyk, wat kan hulle doen om die plan te implementeer. Dit dwing eindelijk ook, of dit vereis is een beter woord, dit vereis dat die sakesektor moet gaan sit en sê, wat kan ons doen om hierdie plan te implementeer? Universiteit om te gaan sit en te sê, wat kan ons doen? Selfs NGO's om te gaan sit en te sê, wat kan ons doen om een bijdrage te maak tot die plan? En dit het nie gebeur sê in 2012 nie. Allemaal kyk net aan die regering en sê wat die regering moet doen. En dis goed, maar dis nie goed genoeg nie. Ander mense het ook een verantwoordelikheid. En dan binnen die regering sit ons met die algemene probleem van wat die president graag noemde capability of the state. Ons praat nie geheim nie, en ons beledig ook niemand, as ons sê dat daar is nou een algemene aanvaarding van die feit dat die Suid-Afrikaanse staat is baie, baie swak.
Hy het nie die ervaring nie, hy het nie die diepte nie. Jy is nie bezig om te kyk na Duitse staatsdienst nie. Jy is meer bezig om te kyk hier na Britse administratie in Indië, jy weet die type van ding. Maar dat die gouverneur van die bank 100% recht is, dat ons net moet gaan sit en sê, wat is die 3 of 4 of 5 belangrijkste goed wat ons moet doen in die ekonomie? Bijvoorbeeld, om maar net een area uit te haal, die ekonomie, wat is die 5 belangrijkste goed wat ons moet doen om groei in die gang te krijgen, dan zullen we zo'n vordering maken. Nou, maar jij dien nou, al 5 jaar op die commissie. Wat het gebeur in die 5 jaar, terwijl je daar was, wat je met je eigen oog kon zien, wordt daar gewerkt, is daar een passie, is daar een geest, is daar een gevoel van, wat moet voor en toe gaan, of kan het maar net zo aan van dag tot dag? Die staatsadministratie is een geweldige logge lichaam. Je weet, je kan niet je vingers klappen en dat is reactie niet. Maar dat is die ene ding wat ik wel gezien heb wat veranderd het. Is die hele ding rondom prioriteiten. En die tweede ding is behoorlijke meting. Je weet, als een oude Afrikaanse spreekwoord, wat je meet, kan je weet. En ons meet bij een min. En daarom weet ons ook bij een min. Van hoe ons doen, wat het doel wat ons bereikt, wat het doel wat ons niet bereikt. Nie. Dat is die twee goed wat voor mij uitstaan, wat ik gezien veranderd het in die 5 jaar. Nou moet de mens zien hoe het ontwikkelt over die volgende klompie jaren. Maar kijk, die president Cyril Ramaphosa was die voorzitter geweest van die commissie toen het aanvankelijk aangesteld is door Zuma. En hij was die ook wat met andere woorden van die begin af betrokken was bij die opstel. En nou moet hij deel wees van die uitvoering daarvan ook. Krijg je dat gevoel dat hij bemoeienis maakt met jullie? Dat hij werkelijk omgeeft wat jullie doen? Dat hij betrokken is. Hij maakt bemoeienis, ja, maar hij beslist. Maar dit geldt niet voor die hele grote staatsdienst, nie. Definitief niet. Als ik nou moet een reiskoot vatten, en het is bloot net een reiskoot, dan wil ik zeggen dat ik denk minder dan 5% van Zuid-Afrikaanse ambtenaren en minder dan 5% van Zuid-Afrikaanse politici op alle vlakken, heeft die 484 bladzijden van die ontwikkelingsplan gelezen. 5% is ook wel eens te hoog. Ik denk, ik zal veilig wees als ik zeg 1%. So dit begin daar. En diezelfde geldt voor die samenleving buiten die regering, voor bezigheid, voor kerken. Mensen lees niet die plan nie, want het is een lang plan, het is een ingewikkelde ding. En je moet soort van, je kan het niet maar net lees nie, je moet jou aandacht maar geven. So ik is niet, ik denk niet mensen aanvaar dat die staatsdienst en die staatsmachinerie sommige die plan sal omarm nie. Hulle verstaan in die eerste plek nie wat het is wat hulle moet doen nie. Dit is een deel van die probleem. Om dit recht te stel sal jy die plan moet verander in die sin dat jy duidelijke doelwitte en prioriteite moet stel. Die werk is aangaande. Ons het voorstellen daar word gemaakt. Partij van die voorstellen het op goede aarde geval, partij nie. Maar dit is een proces wat sal aangaan. En dit kan help om oor tyd die ding te verfijn. Maar die ontwikkelingsplan is nie, dit moet ek nou reguit sê, dit is nie een panacea, dit is nie een toverstafie wat Zuid-Afrika se probleme gaan oplos nie, want dit is een moeilike plan om te implementeer. Wat is jou persoonlijke siening oor wat jy denk eerste gedoen moet word, behoort gedoen te word, zodat daar aan minstens een verskil kan wees, sê nou maar binnen een jaar of wat? Man, as ek kan kies, dan sal ek sê, eindelijk net 2 goed. Die ene is geen aandag in die ekonomie, en daar kan een mens 3 of 4 goed uithaal. Ek denk elektriciteit is verreweg die belangrijkste een. En dit is hoekom laasweekse aankondigings so geweldig belangrijk is. Dit is totaal oor die naweek en hierdie week so ver, vandag is dinsdag, is dit totaal onderspeel deur die media. Ek denk nie hulle verstaan wat gebeur het verlede week nie. Je moet aandag gee aan elektriciteit en je moet aandag gee aan spectrum. En dan heb ik geen probleem met die presidentse infrastructuur drijf niet. Ik denk net dat het baie moeilijk is om het te doen in die praktijk. So mens moet toelaat daarvoor. Ik zou die economie sit dus nummer 1 met die 3 taken of doelwitte daar binnen. Die tweede ding wat ik zal doen is om te kijken naar hoe bouw je een beter staatsdienst. En daar is daar 2 of 3 goed wat je kan doen. De eerste een is, je moet die tenure, wat is tenure in Afrikaans? Je moet die tijd wat DG is een senior post is. Dat is een totaal onverkoopelijke situatie op die oomblik. Dat het nou verbeter onder Ramaphosa. Maar die gemiddelde ambtstijdperk van de DG in Zuid-Afrika tot omtrent 2 jaar terug, was gemiddeld 2,3 tot 2,5 jaren.
Jy weet, denk net een beetje daarover. Zelfs een klein departement, soos het departement van kleinsaakontwikkeling, hulle is klein, maar hulle krijg 2,5 miljard rand per jaar. Hoe de drommel krijg jy jou hande om 2,5 miljard rand? Hoe werk jy uit wat se programme werk en wat werk nie? Hoe kom jy tot het besef van wat gedoen moet word? As jy net 2,5 jaar nie amp is, jy kan nie, is onmoontlik. So die amptstermijn van DGS moet definitief verleng word. En ek denk, meneer Ramaphosa verstaan dit, en hy het regulaties daarvoor begin maak, maar ons het een omvattende verandering nodig. Net om dit vir die kijkers duidelijk te maak, artikel 12 van die Public Administration Act, publieke administratiewet, sal moet verander word. En die verantwoordelijkheid vir mannekragbestuur moet weggevat word by die ministers en by die provinciale premiers en vir staatsambtenare gegee word. Dis die skuif wat moet kom. So dis een ding wat jy kan doen. Een tweede ding wat jy kan doen is om, ek is een sterk voorstander van toelatingsexamens. Ons het nou begin om toelatingsexamens te kry vir DGS, maar ek dink moet die heel wat laag deurgevoer word. Weet op die oomblik in Suid-Afrika kan, as jy net min of meer universiteitsgraad het, en selfs minder, kan jy aanstelling kry in die staatsdiens. En dit is hoegenaamd nie noodwendig die beste toets nie. Ek hou daarvan, Freek, om altyd te sê, ek dink dit was Frederik die Grote, wat in die ou Pruisiese Republiek, iets so 1780, het hy toelatingsexamens ingebring vir sy ambtenare. Nou is daar een verwant, vraag net vir jouself die vraag, is dit moontlik dat daar een verwantskap is tussen toelatingsexamens in 1780 en die hoogst effectieve Duitse staatsdienst wat ons vandag ken. So daar is praktische goed wat jy kan doen, maar die twee goed, kry die ekonomie reg en bou meer beter staatsdienst, is twee goed reg so uitlig. Een van die dinge wat ook aan hierdie tye gesê is dat Suid-Afrika gaan oor een tydperk, sê maar van die volgende 5 na 10 jaar, eindelijk ontwikkel in een mislukte staat. Wat is jou nie? Nee, ek dink is nonsens. Die type van analise maak gebruik van lineaire verlenging, so om het ding so loop, vir die afgelopen 3 jaar, gaan hy vir die volgende 10 jaar aanhou om so te loop. Dit ignoreer totaal die moontlikheid van dramatische verandering. Jy weet, ons het dit gesê van Suid-Afrika in die laat 80er jare, en toe kom de Klerk en hy doen nie goed wat hy gedoen het, en Mandela en hy doen nie goed wat hy gedoen het, en Suid-Afrika is op een totale ander pad. En ek dink ons is nou weer op die punt, ek verwijs weer na verlede week se elektrisiteitsaankondigings, dis een ding, ek dink die drijf teen korrupsie wat ons kry, wat ek in my nota bespreek het, is nog een, nee, ek dink wat ons gaan sien in die volgende klompe jare, met groot moeite en met baie swaar kry en pyn, ek wil dit nie vir oomblik min maak nie of minimiseer nie, maar ek dink daar is genoeg kragte aan die werk om die land te laat omdraai en in 'n ander richting te laat gaan. Daar het ek min twyfel. Goed, en dan net so ten slotte, ek het in die heel begin gesê dat jy gewoonlik meer positief is as ander oor die ekonomie. Jy het al een paar dinge nou genoem, maar wat geef jy nou in die oggend as jy opstaan? Hy gevoel van, yes, like, ons gaan dit doen. As ek by die nuus verby kyk, as ek by die nuus en die koerantopskrifte verby kyk, en ek kyk dieper na wat in die gang is in ons samelewing, dan het ek die gevoel ons kan dit doen. In betrye oggende word jy ontmoedig, soos wanneer daar die SHL besluit is, dat SHL moet uitgehelp word. Weet, ek dink daai type van besluit is geweldig regressief, en vat ons terug, dit vat ons nie voor en toe nie. Maar dit is die ou wat ek noem Suid-Afrikaanse shuffle. Jy weet 2-3 voor en toe 1-3 terug. Dit is maar deel van ons geschiedenis. En ons sien dit nou met SHL weer. En die selwe week, wat ons groot deurbraak kry in die elektrisiteit, wat ek dink regtig belangrik is, het jy hierdie onnodige negatiewe besluit rondom SHL, wat ek dink sommer een nonsens besluit is. So, dit is maar 2-3 voor en die 1-3 achteruit, dis die Suid-Afrikaanse shuffle. Nee, ek het nie, Frank, ek slaap lekker en ek staan elke oggend vroeg op en ek lees baie en ek probeer doelbewus by die nuus verby lees, want die nuus is maar dit wat aan die oomblik gebeur en baie belangrike goed wat gebeur word altyd nie eers die nuus opgetel nie. So ek het baie rustigheid in my gemoed. Baie dankie JP, groot waardering en voorspoed met jou eie shuffle. En het hoop dat het terug
Dank je, Freek. Het was sterk voor jou. Voorspoed met die reeks met Lidnet. Wij, dank je. Goed, tot ziens. Tot ziens.